Dag beste kijkers, ik zit hier in de Scania. We zijn net even naar de dealer geweest om de laatste puntjes op te zetten. Hij is nu helemaal af, maar dat maakt niet uit. De voorkant is nog niet klaar. We hebben de kosten. Dat is nog heel wat klaar. En dan gaan we naar de garage terug. Van onszelf. Hoe laat ik koppelen? Hij draait wel wat ruimer. Wat een geluid, hè? Laat de buitenkant langs straks zien. Ik heb er een achtcilinder al gemaakt. Oeh, lukt ik niet in. Ik zit even niet op te letten. Er komt er wel een ander dashboard in. Misschien. Waar kom jij vandaan? Zo, nu zie je hem eigenlijk al. Dit is waar we voorlopig mee gaan rijden. En daar moet. Daar kan van alles achter. Ik kan het wel even laten zien. We hebben hier trailers met dollies. We hebben no-trailers, dus dan kun je waarschijnlijk gewoon lading erin flikkeren. En we hebben tandem-trailers. Allemaal verschillende tandem trailers. En ik heb er een gekocht. Misschien kun je het al zien. Zo, dat hoef ik wel niet eens te doen. Ja, dan kunnen we gelijk een vrachtje zoeken. Ik weet niet of hij hoe hij hem ziet. Oh, hij zegt dat ik er een cooler achter heb. Dat is wel mooi. En sorry. En waar we het over? Frankrijk, Groot-Brittannië. Dat is een goed betaald ritje. Deze betaalt nog beter. En hier ben ik nog niet geweest. Dan gaan we hier naartoe. Het scheelt 9 centikilometer. Dus we gaan die bloemkool gaan rijden. Naar Nees. Wel jammer dat hij de lift als niet kan zien. Zo, een screenshotje maken voor de garage. Dat is echt super dik dit.
Ik doe wel even deze erbij al. Want dan kan ik wat meer zien. De lichtheid blijft echt fantastisch. Want hij gaat daar wel omhoog. En hoe is het op de trailer? Aan het niet. Kijk. Ik zie ze niet allebei op de display. Ze horen mensen. Dankjewel, vriend. Geen retail erop? Nee, ook niet. Ik ben zuinig geweest met kopen van deze auto. Ik ben benieuwd hoe dat gaat met de inparkeren van dat ding. En dan ben ik heel benieuwd of die ook stuurt. Ja, hij stuurt ook. Dat zat er net niet in. Hè. Daar moet ik even nadenken, want dit is heel lang geleden. Nadeel is, je gaat gauw op gauw sturen. Te veel. Ja, op zich, als ik het niet krijg, heb ik hem wel. Voordat ik hem nog een beetje. Ik denk dat het nou wel heb. Ja. Kijk. We gaan deze combi nog verder afmaken. Wat een geluid, hè? Oké, ze hebben overal lampen op. Alleen niet op de dolly. Ik heb wel knippen licht op de grond. Nou, op naar Frankrijk.
die ook best vaak fit. Ik merk wel dat hij zwaar is, zwaar is duur, dat hij alles dat zit er eigenlijk in, 19 ton. Force feedback mag wel wat minder. Want ik trek maar helemaal een breuk, joh. Vuurling, staat daar misschien bij? Hier, force feedback. Zo. Is de bocht wat dichter? Ja. Hoe moet ik die aanhanger op zijn kant leggen? Dat is precies goed. Zo. Hoppata. Daar zou ik even niet op te letten. Eentje zo van ons toch? Hey, niet daar. Het voordeel is dat je veel met die sleutel bij je hebt. Hoe is die navigatie ons nou zijn? Hier binnen door. Hi. Hebben we dat plaatje wel eens ontdekt? 20 uur rijden? Nee, maar niet. Het is wel het hart van de Frankrijk DLC. Dus gaan we weer naar Frankrijk. Dat deze koe is eigenlijk gebouwd voor iets anders. Dat maakt niet uit. Oh, ik krijg niet rijden met die camera. Dat is een super gaaf ding. Ah, oh, hij is straks snel op. Had hij dan mee? Nee. Daar dan even zwaar op.
dat is een beetje. Ik zat even te kijken. Wat zo'n VIP-car is volgens mij een stuk goedkoper. Deze die we nu hebben is 60. Hier, 28. Dat is geen coole. Een coole. Hier, 48. Dus die 9000 euro goedkoper is. Dat is het soort van man. Ik denk dat oh. Short. Ik zie. Daar verandert wat. En een lange virage. Ik was super leuk, vier als zo. Maar dat gaan we niet doen. Ja, lekker, er staat er ook zo'n bus achter me. Ja. De beste positie die ik heb in. Oh, we rond er achteruit. Kom. Schade. Moet weer helemaal op gang komen. Dus ik kom volgens mij nog niet langs Rotterdam. Dan druk ik weer van alles aan wat ik hem aan jou moet drukken. Is er dan best een kilometerstand op? Ik heb nog 1200 kilometer rijden. 500 is allemaal 600 liter denk ik.
we zitten wel aan 3 ton euro. Zo, dat ding rent wel laat, zeg. Ik heb ook zo'n S, wat is dit er weer aan? Misschien weet je wel. Zo'n S-Caresse shifter besteld. Dus die is ook onderweg. Maar dat schakelt een stuk makkelijker daar. Die combi's zijn gewoon duidelijk zwaarder dan. Dat is het echt ook zo. Sturen we komt ook wel, dus ook zijn trekken te doen. Als die even gewoon soepel. Ik moet alleen even nadenken over hoe ik de skin van de trailers heb. Het is wel gaaf, ziet het eruit. Ja, dat echt gebeurt er niet vaak. Meestal andersom. Dat ze van een motorwagen zijn niet zo heel erg gewild te kopen. Zelfs van een motorwagen trekken maken. Maar dus deze ziet het eruit daar. En wij hebben natuurlijk van een trekker een motorwagen gemaakt. Rijdt wel kostens. Er is natuurlijk een schaalbobby, maar de volgende die worden wipkarkel. En puur om de wipkar ook een keer te proberen.
En alles wordt nou geel. Entrar ele vender. Oh, ik kan al 1500 kilometer, wel 1000 kilometer. Ja, cool. Dat doet hij niet. Ja, dat is echt. We hebben het allemaal drie maar weer tussen. Pas precies. Ja, deze combi's ben ik meegemaakt voor Zweden, Finland en zo. Je hebt ze daar allemaal groter ook. Ik heb ook nog een andere bot voor een trekker. Maar daar kon je geen motorwagen van maken, dat vond ik wel jammer. Drie af. Dat was maar een beetje beginnen te remmen, want schakelt een fantastische verzadiging wagen. Klapje op sporen.
Deze weg heb ik nog nooit gereden. Ja, ik vind het echt een super vet ding. Ik ben helemaal gek van combi's. Ik heb dan een aantal jaren Londen mogen rijden. Het vergelijkbaar iets is dit. En dan had ik altijd een aanleg tussen de markt. En de motorwagen, het centrum, om van die winkeltjes besloten te vinden. Omdat we die auto gaan doen en gaan remmen. Dat scheelde niet veel. Wat jou helpen. Zo, dan mag hij al een retarder op dat ding. Wat vroeg ik gelost hebben, daar hebben we waarschijnlijk wel even geld over. Kunnen we dat soort dingen wel even doen met retarder erop gooien? Mijn kaas goed voor komt nu. 500. Ik heb het niet inhalen natuurlijk. Nou, 75. Ja, dan ga ik terug. Ik heb hier een beetje de Belgische Ardennen te treffen. Lekker in mijn toeren, dan komt er een uit te lopen. Kenteken, bijna wel luxe bij ons. Ga kijken of daar zo'n buis onder kan. Ja, Luxemburg, we zijn er al. Lekker gas geven natuurlijk, hè. Tjoe, beste bochten. Lekker terugslaan. Dat is echt kut, ik mag er twee terug. Ik heb ook even die knopjes aan mijn stuur. Meestal doe ik in Luxemburg altijd even tanken. Ja. In een Eurotruck zit in Luxemburg geen pompjes zoeken. Ja, de bus heeft ook geen last meer. Gewoon de
Ja, we hebben nog een WhatsAppje lezen. Ik heb een appje gekregen van een vrouwtje. Die moest nog een toets maken. Ja, bedoel. Ik moet schakelen. En dan moet ik inderdaad klaar. Ik moet echt die escalers. Frankrijk. Ja, we moeten nog steeds 11 uur de Frankrijk in. En daar redden we dat net morgen te lossen. Cruise controller. Ja, lekker toeren. Dus voorlopig blijf met dit rijden. Af en toe zullen we eens een trekker nemen, een ritje. De bedoeling is straks dat de garage bijkomt. Trekkers die gaan daarheen. Wel geheel met trailers. Wat heb ik hier echt ook wel eens gereden? Kijken waar nou precies zijn. Je kan ook nog hier zo twee van die staande pijpen, maar dat vind ik niet bij match. Nee, ik ging meer hier langs Strasbourg. Heb je hier Saarbrücken? Oh, zo. Maar deze hele weg heb ik nog niet gehad, dus dat ontdekt wel weer lekker. Ik zie er wel gaaf uit hier, laten we dat wel voorop stellen.
Die DLC's hebben ze allemaal wel mooi gemaakt. Ja, dat hebben ze wel schitterend voor elkaar gemaakt hier. En eigenlijk moeten ze deze mod, want volgens mij is hij van SES. Hebben ze er een mod van gemaakt. Maar hij is gewoon nog heel zinnig. Oeh! Dat is dan fantastisch. Ik ben gelijk op deze machine werken. We zullen richten naar zo'n grote bank. De regenknip ligt op de grond erop. Maar van deze aanhanger had bij geen belichting erop. Dat bijna niemand. Ja, we beginnen ook moe te worden. Dus ik denk dat ik na de passage met nieuwe landen nog mag. Anderhalf uur. Maar dan gaan we hier niet stilstaan. Zit de boys op. Zelf ook wel. Maar we gaan even de boom. Even gas geven. Nog 600 kilometer. Mooi zijn. Als we straks een tankstation tegenkwamen. Bij de rustplaats. Dan zijn we er dichtbij. Ah, we stoppen daar wel. We rijden het nog morgen. En dit is de skin die we echt houden. Want deze is aangepast op die bakken. Dus... ja, ik kan het veranderen. De pop is geel, blijft geel. En hij is nou rood. Ik krijg nou in één keer maar nog een uur. Ja, dat dacht ik al. Nou, dan pakken we deze. Ik heb nog een andere trekker. Helemaal met de cabine verlichting. Ja. Dus ja, die gaan we misschien ook wel een keer aanschaffen. En dan gaan we daarmee rijden. Nu begint moe te worden. En ik zat nog op de telefoon ook. Dan ga ik niet om die pomp. Dat ding net drempt zo lang zijn. Nou, we gaan hier even tanken.
Dan hebben we morgen gewoon weer een volle tank. Ik zeker ook genoeg. Ik wil even weten hoeveel liter ik heb. 600. Zo, dan gaan we nog één keer in het donker bekijken. Een rondje eromheen. Ah, ik vind hem wel gaaf. We moeten eigenlijk nog even zo'n rek voorop plakken. Die is ook kaal. Leuk wat rond moet doen. We moeten nog even iets bij je aan de mond lopen. Super dik ding. Ja, ik bedank jullie allemaal hartelijk voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer. Ja, vanaf nu is het 80% combi, 20% trailer. Als je dat helemaal tof vindt, blijf dan zeker kijken. En dan tot de volgende. Bonjour.